Goeiedag. Het is weer het midden van de week. We gaan eens even kijken wat de komende 10 dagen zo'n beetje gaan brengen. Het weerbeeld is duidelijk wel anders geworden, hoewel er regionaal wel grote verschillen zijn. In het zuiden van het land regent het eigenlijk al de hele dag. In het noorden zijn meer opklaringen en is het droog. En de komende dagen moeten we er gewoon rekening mee houden dat er nog veel meer buien gaan vallen. Dit beeld laat dat ook mooi zien. Een foto vanuit Limburg, kastanjes op de straat, natte straat, auto met lichten aan omdat het zo grijs en donker weer is. Kortom, echt een herfstplaatje. Nou, dat herfstweer, dat gaan we zeker nog zien de komende dagen, met name in het weekeinde wordt het van tijd tot tijd echt wel kletsnat en staat er een koude wind. Ik begin met de weerkaart op 5 kilometer hoogte. Dit is dus het bovenluchtpatroon en de temperaturen die we hier zien, dat zijn ook de temperaturen die op dat niveau verwacht worden. Het zijn niet de grondtemperaturen. Dan zien we heel duidelijk koude lucht boven Scandinavië en wat warmere lucht boven de oceaan. En als we die koude lucht in de gaten gaan houden, dan zien we dat die koude lucht gaat uitzakken en ook in onze omgeving gaat komen. De kaart is inmiddels al op zaterdagavond aangekomen, maar we zien heel duidelijk dat daar toch die lagere temperaturen zijn. En lage temperaturen in de bovenlucht betekent over het algemeen onstabiliteit. En dan kan er makkelijk neerslag gaan vallen, omdat er grote wolken tot ontwikkeling kunnen komen. Buienwolken. En dat is dan ook typisch iets waar we dit weekende rekening mee moeten houden. In de loop van volgende week trekt die koudere lucht verder naar het zuiden. Zien we langzaam maar zeker ook weer wat zachtere lucht onze kant op komen in de bovenlucht. En ook wat meer stabilisatie. Want dit is als het ware een rug van hoge luchtdruk die langzaam maar zeker dichterbij komt. En dan gaat de buienactiviteit afnemen. Ik pak de grondkaart erbij. Dan kunnen we ook eens goed kijken naar de neerslag die er aan gaat komen. We zien een hoge drukgebied boven de oceaan en het lage drukgebied boven Scandinavië met daartussenin een noord-noordwestelijke stroming. Aanvoer vanaf de Noordzee, onstabiele lucht, want die koude lucht in de bovenlucht is aanwezig. En dat betekent buienvorming. En dat zien we dan ook eigenlijk het hele weekend wel doorgaan. Zaterdag en zondag kunnen die buien af en toe ook nog flink samen klutteren als het ware. En dat betekent dat je dan zelfs wat langer neerslag kan krijgen. Kan lokaal echt wel veel water vallen. Dan gaan we de kaart verder aanzetten en dan zien we dat het hoge drukgebied in de loop van volgende week meer richting Nederland trekt. Dan wordt de buienactiviteit onderdrukt. Dan krijgen we droger weer. En dan zal de temperatuur toch ook wel weer iets omhoog gaan. Want we krijgen echt een paar kille dagen. Ik begin even met de donderdag. Dan hebben we te maken met buien in het noorden van het land en ook in de kustgebieden. In het binnenland zal het wel meevallen. En de temperatuur ligt rond de 19 graden. Dat is op zich nog niet eens zo heel fris. Wel al die noordwestenwind die erin gaat staan. En dat zien we dan ook in de dagen erna. En vrijdag, zaterdag en zondag, dat zijn echt dagen met flink wat buien. En ook veel wind. Af en toe een vrij krachtige tot krachtige wind. En in het weekend bijvoorbeeld zijn er momenten dat op de Wadden er een windkracht 6 tot 7 af en toe kan staan. Nou, dan is het echt wel guur met maxima zo rond de 15 graden. Dan voelt het echt een stuk frisser aan. Overigens, in het weekeinde ook kans op een paar stevige plensbuien in de kustgebieden. Misschien ook nog wel onweer erbij. Het is allemaal mogelijk. Neerslagkansen laten dat ook heel duidelijk zien. Hè? Dat de komende dagen gewoon ronduit nat zullen gaan verlopen. En dat we dan vanaf dinsdag duidelijk weer wat droger weer gaan zien. En dat past ook mooi in het beeld van het hoge drukgebied dat dichterbij gaat komen. Die windrichting, daar had ik het al eventjes over, die kan ik u ook mooi laten zien. En wat we in deze grafiek zien is eigenlijk een pluim van de windrichting. En de komende periode ligt de uitkomst allemaal zo'n beetje rond de noordwest. Dat houdt aan tot halverwege volgende week. Met andere woorden, noordwestenwind, die buien, dat betekent ook wel lage temperaturen. Vanaf woensdag, donderdag wordt de windrichting erg onzeker. En dat heeft alles te maken met die kern van het hoge drukgebied. Waar gaat die precies naartoe bewegen? Want dat is heel belangrijk voor de windrichting en daarmee ook de temperatuur. Ik kan u dan ook tot slot eventjes de temperatuur laten zien. Nou, dan zien we heel duidelijk dat we de komende dagen met die hele lage temperaturen te maken hebben. Temperatuur rond de 15 graden. Dat geldt voor het weekeinde, dat geldt ook nog wel voor begin volgende week. En dan vanaf woensdag zo'n beetje, dan zien we dat die temperatuur wel weer iets wil op gaan krabbelen. We zien zelfs nog wat meer mogelijkheden tot warme oplossingen. En dan zouden we weer rond de 20 graden kunnen uit gaan komen. Dat sluit ik zeker niet uit als dat hoge drukgebied dichterbij komt en die windrichting uit een wat warmere hoek gaat waaien.